Kan jij je nog herinneren, vroeger, als er gevraagd werd aan je, wat zou jij nou willen worden? Wij zijn vandaag in Ahoy Rotterdam bij Skillmasters, waar heel veel jongeren bezig gaan zijn met hun toekomst. En de grote vraag is, wat zij later willen gaan worden. Ik wil later brandweerman worden. Ik wil later fotomodel worden. Ik wil later politieman worden. Ik wil later rapper worden. Ik wil later beroemde producer worden. Wat willen jullie laten worden? Ik heb nog geen idee. Jij? Niks, geen idee. De jongens zijn toch wel meer van de techniek en de meiden echt de zorg aan de welzijn. Ik wil in defensie. Ja? Je wil in defensie of bij defensie? Bij defensie. Wat wil je gaan doen bij defensie? Ik wil of in de landmacht of bij de Marseille Zee. Webdesigner. Nee, webdesigner, dat is apart. Waarom webdesigner? Ik weet niet, omdat ik goed met computers om kan gaan en ik er de fantasie voor heb. Ik wil profvoetballer worden. Profvoetballer? Ja. Kom op man, is dat realistisch? Kan je goed voetballen? Ja. Ja? Voetbal jou bij een voetbalclub? Ja, Excelsior. Ik wil later iets met meubels gaan doen. Wat willen jullie later worden als jullie groot zijn? Niks. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right. Jij bent docent? Ja, klopt. Welke school? Wolfert College in Rotterdam. Oké. Okay. Vind jij dat de hedendaagse studenten niet meer doelgericht bezig zijn met hun toekomst en met hun opleiding? Ze denken er wel over na, maar je hebt natuurlijk zoveel mogelijkheden. En dan is het ook heel moeilijk om een goede keuze te maken. En je moet ook echt op een jonge leeftijd een keuze maken. En dat is dan, ja, het is gewoon heel moeilijk voor die kinderen. Of ik kan gewoon de riolering gaan beplakken. Wat je ook kan doen is gewoon kansloos hangen. Dat is ook een baan. Dit is tenminste nuttig hangen in plaats van gewoon hangen. Vinden jullie nou niet dat jongeren een beetje te makkelijk omgaan met het kiezen van hun toekomst? En iedereen wil maar iets waar je makkelijk geld mee verdient en snel mee geld verdient. Nee, is best wel vanzelfsprekend toch? Ja? Je moet er gewoon geld maken. Ja, inderdaad. Ja? Ik leer meer van wat ik wil worden in de goede richting. Okay. Zijn er specifieke functies waar er echt gewoon heel veel vraag is naar bij Defensie? Ja, dat varieert. Dat verandert ook elke keer, want natuurlijk heel veel aanmeldingen en dan zit alles weer vol. Dus je moet eigenlijk de websites in de gaten houden om te kunnen solliciteren. Oké. Okay. Ja. De jongeren, met wat voor soort vragen komen ze naar toe? Ja, eigenlijk meer wat een bepaalde eenheid inhoudt. Je hebt Marseille, je hebt de luchtmacht, de landmacht en de marine natuurlijk. Dus de vraag is, ja, wat houdt dat precies in? Oké, okay. En de meeste volgens mij de landmacht? Ja, Marseille en landmacht. Producer of een straaljagerpiloot? Producer. Ja. Een fotomodel of directrice van een groot bedrijf? Wat wil je kiezen? Fotomodel. Straaljagerpiloot of bekende DJ? Bekende DJ. Fotomodel of directrice? Denk fotomodel, ja? Lijkt me wel leuker. DJ of een straaljagerpiloot, wat zeg jij? DJ. Als je doet wat je leuk vindt, komt geld vanzelf. Dus ja, als je dat wil worden, dan moet je dat worden, broer. Ja. Een directrice van een heel groot bedrijf of een wereldberoemde fotomodel? Dus zou ik gelijk ja zeggen. Gewoon, ja. Maar dan moet je kiezen, één van de twee. Ik denk dan maar CC. Geen directrice of foto, maar je moet kiezen tussen directrice. Nee, geen directrice, nee. Je doet zeker VMBO. Een directrice bij een groot bedrijf of een wereldberoemde fotomodel? Wereldberoemde fotomodel. Nee, directrice bij een directrice. Alle mannen, man. Nee. Dus twee zonder. Jij mag gewoon Parka, dat is jouw probleem. Vertel, wacht even. Nee, jij zegt bij een groot bedrijf. Waarom? Als model kan je nog altijd verminkt raken ofzo, dan kan je niet meer werken. Ja. Model, hier is een model. Mooi, dit kan je nog met de rij. Wacht. Ik sta aan haar kant. Ik sta aan. Hey. Een directrice is realistischer en wat harder werk en verdient volgens mij wat meer. Een fotomodel is gewoon een bimbo. Ja, maar ligt er nou wat voor een bedrijf komt? Nee, jij moet fotomodel worden. Jij moet fotomodel worden. Today I don't feel like doing anything. I just want.